Goedemorgen en welkom bij deze nieuwe Guberna Director Sparkle. Vandaag hebben wij de eer en het genoegen om Pirre Wuitak, bestuurder bij Van der Sande Steenfabrieken, te interviewen. En ik wil jullie alvast feliciteren, meneer Wuitak, met de opnieuw een award die jullie gewonnen hebben. Dus welkom in deze Director Sparkle en wilt u zich even introduceren? Ja, goedemorgen. Ik ben Pirre Wuitak. Ik ben 67 jaar. Ik ben sinds 88 tot 1 oktober vorig jaar CEO bij Van der Sande geweest en tegelijkertijd gedelegeerd bestuurder. Mm-hmm. En sindsdien heb ik, om niet in een zwart gat te vallen, een aantal bijkomende nieuwe bestuursmandaten bijgenomen. Mm-hmm. Zijnde enerzijds als voorzitter van de Federatie van de Producenten van Bouwmaterialen. Mm-hmm. En anderzijds, naast het mandaat binnen de baksteensector, wat ik nog een tijdje blijf verder zetten, wegens het feit dat Van der Sande ook in andere duurzame activiteiten investeert, ben ik zeer actief bestuurder bij een scale-up van de meest duurzame viskweekbedrijf in België of in Europa, namelijk Aquafersi, waar omegabaars wordt gekweekt op puur vegetarische wijze met gerecycleerd watersysteem, aquaponics, koppeling met water- en tomatenkwekerij. Dus die diverse bestuursmandaten en daarnaast nog raad van toezicht bij een bouwmaterialenhandelaar helpen mij om nog altijd actief mijn bijdrage te kunnen leveren aan deze maatschappij. Ja, fantastisch. U hebt dat ook al gedaan, 33 jaar als CEO van Van der Sande, waar ook innovatie en welzijn hoog in het vaandel stonden. Nu vandaag aan de andere kant misschien toch wel iets minder actief in de operatie, maar dan vooral in de bestuurskamer. Wat staat er vandaag op de agenda van jullie bestuursgroep? Ja, enerzijds, innovatie is iets waar wij als Van der Sande al jarenlang mee bezig zijn. En dat is ook een beetje gedwongen geweest door de uitdaging waar wij als steenbakker voor staan, namelijk de zero emission. En dat heeft er toe geleid van, willen wij nog blijven bestaan, dan moeten we ons als baksteenbedrijf gaan heruitvinden. Ja. Als je de traditionele, klassieke manier wil blijven doen, dan lopen we waarschijnlijk tegen de lamp of gaat ons product verdwijnen. En dat die Innovatie Award die we gewonnen hebben, nu de Belgian Construction Award, dat is één van de verschillende manieren waarop wij als bedrijf ook willen overleven in de volgende generaties. Mm-hmm. Namelijk, dat is een geïntegreerd systeem waar baksteenstrips, dus een baksteenstripje is weinig materiaal, weinig energie, op geïntegreerde, volautomatische wijze, geprefabriceerd, op wanden worden geplakt. En dat hele concept is door Van der Sande ontwikkeld en wordt nu uitgedragen bij heel wat prefab wandenbouwers. En daarnaast, de andere uitdaging is waar we nu momenteel mee geconfronteerd zijn, en dat gaat eigenlijk dat proces versnellen, dat we willen afstappen als Europa van het Russische fossiele aardgas en olie en steenkool. Mm-hmm. Wel, dat gaat gepaard met een prijsverhoging van al die materialen, dus de energieprijzen zijn nu buitensporig hoog, met een enorme impact op onze bedrijfscashflow. Wat enerzijds jammer is, maar anderzijds ook het effect gaat versnellen dat we de dingen waar we mee bezig zijn, eerder sneller moeten in de markt brengen om met minder energie en grondstoffen en het recirculaire verhaal, om dat vanuit het bestuur nog verder te stimuleren om daar nog meer aandacht aan te geven. Ja, ja. Heel vooruitziend denk ik zijn jullie daarmee, die Green Deal, maar ook alles wat u inmiddels ook verteld heeft over bestuur. Bent u vandaag ook meer actief als bestuur? Komen jullie vaker samen door de huidige situatie of is die urgentie daar niet?
Wel, binnen Van der Zanden wordt er op bestuursniveau 6 keer per jaar bijgekomen. Ja. En nu, door de actuele crisissituatie, is er een tussentijdse ad hoc crisis, bestuursvergadering rond de situatie in Rusland, impact op de energieprijzen, ook gebeurd geweest. Alleen rond dat thema. Ja. Dus maar voor de rest, als de situatie niet escaleert, dan denk ik dat we ons dan de 2 maandelijks kunnen houden. Mm-hmm. Maar dat blijft niet. Hè, als er weer dringendere of andere noodzakelijke elementen op ons afkomen, dat we niet tussendoor een ad hoc vergadering moeten inlassen. Ja, ja. Daarnaast hoor ik ook wel dat u de vinger aan de pols houdt. U hebt een nieuwe CEO aangesteld vorig jaar, hè, die u moest opvolgen. En dat u daar ook een rol als mentor hebt opgenomen om hem te ondersteunen in de huidige tijden. Klopt dat? Ja, het is eigenlijk zo dat we hebben gekozen om een zeer snel overgangsproces. Na 3 maanden samen introduceren het bedrijven in Zeelen van de Steenbakkerij, staat Rudy Peters, komen uit de bankwereld, er helemaal alleen voor. Hij was vooral aangetrokken omwille van zijn persoonlijke skills, zijn passie, zijn gedrevenheid en zijn kennis op digitaliseringniveau. Hij was ICT, hoofd van KBC. En ja. Digitalisering is ook een van de manieren waarop je als bedrijf het verschil kunt maken. Maar nu wordt natuurlijk geconfronteerd met een totaal andere operationele zaak, namelijk energieprijzen, grondstoffen, bevoorrading. En daarin blijf ik nog een mede ondersteunende rol spelen en ook dagelijks dat opvolgen om te kijken dat we de juiste keuzes maken en hem ondersteuning geven. Want de grootste verdienste, vind ik, is dat wij als bestuur erin slagen dat onze CEO slaagt. Ja. Het is niet evident dat nieuwe CEO's lukken in een opdracht. Ja. En als je daar als bestuur wel in slaagt, en dat is ook soms een wisselwerking, en van elkaar aanvoelen en elkaar helpen, zou ik het een succes vinden als we zeggen, kijk, Van der Zanden is een van de familiale bedrijven die gekozen heeft nu voor een professionele, niet farmaciale CEO. En dat lukt. Dat lukt. Maar dat gaat ook soms met hulp en wederzijdse begeleiding. Fantastisch, dank u wel daarvoor. Misschien als afsluiter, welke tips zou u willen geven aan de bestuurders vandaag de dag? Wel, als bestuurder vind ik dat je moet vooral gepassioneerd en betrokken zijn mm-hmm. met het bedrijf mm-hmm. en met de brede omgeving. Je moet geen expert zijn op het gebied waar het bedrijf zich mee bezig is, maar veel processen zijn in alle sectoren en bedrijven toch gelijklopend. Mm-hmm. En het komt er meer aan om voeling te houden met ontwikkelingen die zich in de wereld afspelen en ook hoe intern binnen het bedrijf men daar best mee kan omgaan. Dus interesse, kennis, ervaring, visie, strategische uitbouw, dat zijn eigenlijk de voornaamste eigenschappen die ik verwacht van onze en toekomstige bestuurders bij Van der Zanden. Dank u wel voor dit interview, Pere Wuitak van Van der Zanden. Dank u. Graag gedaan. Dank je wel.